Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag, vrijdag 2 juli. Vandaag in het journaal. Vaccinatiecampagne verloopt tot nu toe vlot. 97-jarige Orlando Veldhuizen en 90-jarige mevrouw Veldhuizen Soeklal laten zich vaccineren. Narcotiseur Sahira Amir deelt haar ervaring in de COVID-zorg met het journaal. Drempel van 400.000 coronasterfgevallen overschreden in India. De vaccinatiecampagne loopt heel vlot. Met dank aan de steun van Nederland hebben we het toedienen van vaccinaties kunnen versnellen. Over de COVID-situatie zegt de minister heel voorzichtig dat er een lichte daling te merken is, maar dat nog bevestigd moet worden door de specialisten. Maar dan nog is de druk op de gezondheidszorg erg hoog. Ook de coördinator van de vaccinatiecampagne, Dr. Naomi Chang, zegt heel tevreden zijn met het vaccinatieproces. De vaccinatiecampagne loopt heel vlot. We hebben de steun gehad uit Nederland, namelijk in vaccins, in PPE, in medisch kader. We hebben ook continue steun uit Nederland. En mede daardoor zijn we op start op gang kunnen komen met onder andere onze vaccinaties. Het toedienen van doses is versneld de afgelopen weken, maar ook onze voorraden aan PPE zijn behoorlijk opgeschroefd. De COVID-situatie zelf verder, ziet u zelf een voorzichtige dalende trend. Wij moeten dat nog bevestigd zien. We hopen al gauw onder de 20% te komen aan besmettingen, maar vooralsnog is de druk nog heel erg groot binnen de ziekenhuiszorg. Ja, ik ben tevreden. We halen nu aantallen van 3000 per dag, dus ik ben nog steeds tevreden met hoe het gaat. We proberen wel, we zien wel dat een bepaald deel van de bevolking het vaccin sneller neemt en dat de ander deel niet echt gemotiveerd is om het vaccin te nemen. Dus we proberen door communicatie, gesprekken en voorlichting, proberen we dat deel van de bevolking ook zo ver te krijgen om het vaccin te nemen. We hebben tot nu toe 191.000 mensen gevaccineerd. 157.000 hebben het eerste vaccin en 34.000 hebben ook al een tweede prikje gehad. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht de komende week ook een kleine bezending van het Johnson & Johnson vaccin. Ook dit vaccin zal worden onderworpen aan de nodige inklaringsprocedure, training en andere processen welke nodig zijn voor het gebruik van het vaccin in Suriname. Het gaat mogelijk om 25.000 doses vanuit Amerika. Het zijn vaccins die komen via connecties in Nederland, maar gedoneerd worden door de Amerikaanse regering. Bij dit vaccin is slechts één prikje nodig. Ook met Frans-Guyana zijn er afspraken gemaakt voor het Pfizer-vaccin, welke toegediend zullen worden aan de landgenoten die wonen aan de grenzen met Frans-Guyana. We verwachten ook nog wat Johnson & Johnson-vaccin in de komende periode. En we hebben ook afspraken gemaakt met Frans-Guyana die ons het Pfizer-vaccin gaan verstrekken. En die gaan we dan toedienen in de grensgebieden met Frans-Guyana. Onlangs werden de seniorenburgers meneer Orlando Veldhuizen en zijn echtgenote gevaccineerd op de vaccinatiepost van het PCS. Meneer Orlando geeft aan ons te kennen dat hij 96,5 jaar oud is en zijn vrouw onlangs 90 jaar is geworden. Hij ziet het vaccineren als zijn plicht, maar ook omdat hij moe is om thuis te blijven. Ik wil weer uitgaan, ik wil weer een borrel gaan nemen en ook weer gezellig bij mensen kunnen gaan. Dat zegt de fitte seniorenburger. Hij adviseert ook aan ieder niet in te gaan op de fake berichten die men verspreidt. Kijk en luister mee naar wat meneer Orlando te vertellen heeft. Ik ben 96,5. 96,5. Vrouwtje lief is 90. Dus zo moeten we verder gaan. Waarom? Waarom? Het is mijn hart geweest om het te komen halen. Ja? Want al die nepverhaaltjes wat je hoort vanuit Holland, Amerika en al die plaatsen. Dus
je dreigt bang te zijn of bang worden. Dus zodoende heb ik het een beetje langer afgehouden. En dan zie je nu dat het moet gebeuren. Het moet gebeuren, want wij moeten allemaal vrij en rond blij lopen. We moeten vrij zijn, vrij met de buren, vrij met allemaal. Dat we met allemaal kunnen praten, weer een feestje vieren. En ook, je kan vrij uitgaan, je hoeft niet meer bang te zijn. Dus dat besluit heb ik genomen om het vandaag direct met vrouwtje lief te doen. Kijk, als je leeft, moet je eerlijk vrij leven. Ruzie moet je vermijden. Ruzie moet je vermijden. En dan, ja, tijdens de leeftijd krijg je ook een beetje ruzie met je vrouwtje. Ik pakte mijn auto en ik ga een beetje rondrijden. Want als je staat met een vrouw te kibbelen, gaat nergens. Dus pak je auto of ga een beetje wandelen, een half uurtje. Dan is ze weer lief, Koroba. We zijn al 67 jaar. Dokter, we zijn al 67 jaar bij elkaar. Dus, nou, ik wil al die mensen oproepen. Kom, doe het. Ik was ook bang. Maar op het laatst moet je gaan om je gezondheid voor jouw persoon, jouw naaste en het volk. Gaat u prikken, het doet niet pijn. Alles gaat normaal door. Als je geprikt hebt, kan je overal gaan en je hoeft niet meer bang te zijn. Nou, het belangrijke is voor je eigen leven. Jouw eigen longen te redden. Jouw eigen longen te redden. Want het beschermt je helemaal. Het beschermt je helemaal. Dus ik adviseer die mensen, ga, wees niet bang, ga en doe het. Don't be afraid. Go and take it. Een anesthesioloog, ook wel anesthesist of narcotiseur, is een medische specialist die zich bezighoudt met het geven van anesthesie aan patiënten die een operatie of een pijnlijk belastend onderzoek moeten ondergaan en bij vitaal bedreigde patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben. De anesthesioloog houdt zich bezig met de vitale functies zoals de ademhaling, de circulatie, het bewustzijn, de temperatuurregulatie, elektrolyt en hormoonbalans en of ernstig pijn. Deze functies worden gecontroleerd, bewaakt, ondersteund en zo nodig overgenomen. Dr. Shahira Amir is sinds september van het vorig jaar betrokken bij het RKZ, maar sinds de eerste golf van de pandemie is zij betrokken bij de COVID-zorg. Eigenlijk al sinds de eerste golf betrokken bij de COVID-zorg. Ik was toen in mijn laatste jaar van de opleiding tot narcotiseur. En we werden dus als assistent ingezet. Toen was dus het Wanica ziekenhuis. Het was een soort van een dedicated COVID ziekenhuis. En daar op de IC ingezet als assistent. En dat heb ik dus gedaan de laatste 6-7 maanden van mijn opleiding. En toen was het dus het einde van mijn opleiding was dus in zicht. En dat was dus eind augustus, begin september. En toen dus als specialist hier te werk gesteld in het Sint Vincentius ziekenhuis. Bij de tweede golf waren we helaas, ik zal het zeggen helaas, waren we niet direct betrokken bij de COVID-zorg, althans niet voor de intensive care. De cohort die was wel opgezet hier en daar werden wij zo nu en dan ook wel gevraagd om patiënten mede te beoordelen of er werd gebeld om te vragen naar adviezen. En nu bij de derde golf, waar we dus allemaal merken dat het heel ernstig eraan toe is, is dus besloten dat ook dit ziekenhuis wordt ingezet voor intensive care COVID-patiënten.
En ja, dus ik heb sowieso is er wat betreft mijn dagelijks werk en de IC, is er, zijn er raakvlakken, er is affiniteit voor de IC. En dat maakt dus ook dat ik me bezig hou met de COVID-patiënten. Dat het zorgpersoneel het behoorlijk zwaar heeft bij elke golf, weten we intussen allemaal. Dag en nacht zijn deze zorgverleners bezig hun eigen leven op het spel te zetten om anderen te redden tegen het virus. Narcotiseur Sahira Amir deelt ook haar ervaring met het journaal. Nou, ik moet beginnen bij het begin, de eerste golf. Ja, toen was de PPE, toen waren we nogal spastisch hoor. Iedereen was voorzichtig, ja, we wisten nog niet hoe het precies zat met de COVID-besmettingen. Dus ja, PPE moest sowieso, was een must. Maar ook daarna, je moet natuurlijk de Mohana-maatregelen, die moesten worden toegepast. Maar op de IC zelf was het best wel heel zwaar. Maar toen hadden we echt van de maanpakken op, face shield en of de goggles, dubbele handschoenen. En je moet je voorstellen, je mocht 4 uren, of je moest je eigenlijk in zo'n gesloten ruimte zijn. Natuurlijk patiëntenzorg verlenen. Je kon er niet heel even snel uit, bijvoorbeeld als je moest plassen of als je moest drinken. Dus dat was zeker zwaar, maar om patiëntenzorg te verlenen in PPE toen was best wel zwaar. En vergeleken, dus nou nu zijn er wat versoepelingen in de PPE. We hebben bijvoorbeeld niet de maanpakken meer, maar gewoon een waterafstotende jas. Je hebt je laarzen, dubbele handschoenen. En nu zelfs hoeven we niet eens een haarmutsje op te doen. Maar dus de basis PPE die is er nog wel. En daar is toch wel een beetje versoepeling opgetreden. Maar het blijft toch wel zwaar om ook in die PPE die zorg te verlenen. Hoor, het aantal uren dat je aan bed kan zijn of in die gesloten ruimte met een patiënt, ja, is toch wel 3 tot 4 uren. En wat ik moet zeggen is dat de COVID-patiënten toch wel heel ernstig ziek zijn. De longen die zijn aangetast en het zijn vaak beide longen. Patiënten die gaan aan de beademing en als dat het geval is, dan zijn ze dus echt heel ernstig ziek. Ja. De gevreesde Delta-variant zorgt wereldwijd voor steeds meer onrust. Maar hoe is de situatie nu in India zelf, waar de besmettelijkere variant eerst werd ontdekt? Het land bleek vrijdag voorbij de trieste kaap van 400.000 coronadoden gedenderd te zijn. De toestand is momenteel veel beter dan in mei, maar het einde van de COVID-ellende is nog niet in zicht. Integendeel, er wordt gevreesd voor een nieuwe golf. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er de voorbije 24 uur nog eens 853 nieuwe sterfgevallen opgetekend, waardoor er in totaal nu al 400.312 mensen in India aan COVID-19 zijn bezweken. Daarmee is het Aziatische land na de VS 605.010 en Brazilië 520.095 het derde land ter wereld waar meer dan 400.000 coronadoden zijn geteld. We zijn aan het eind gekomen van dit journaal. Mocht u vragen en of suggesties hebben, kunt u altijd via de Facebookpagina van het ministerie van Volksgezondheid dat doen. Ook voor de officiële berichten bent u terecht op de social media kanalen van het ministerie, het Bureau Openbare Gezondheidszorg en via de kanalen van de Communicatiedienst Suriname. Van deze plek uit wens ik u een goed en veilig weekend toe.